tweede onderwerp, dames en heren, gaat over verhalen vertellen. In onze tijd met megabioscopen en met massabijeenkomsten voor concerten en musicals, in die tijd met wereldwijd internet, zie je dat het gewone verhalen vertellen in kleine kringen op scholen, ja, eigenlijk weer helemaal terugkomt. En daar hebben we uitgenodigd Olga Orman, een verhalenverteller, die in het kader ook van een project van Frans Poppen. Frans Poppen is een scouting, een verhalenvertellersbegeleider. En willen ze dus een aantal verhalen op video opnemen en die dus hetzij voor de televisie, hetzij voor andere media gebruiken. Olga Orman, heel hartelijk welkom in de studio. Je bent een van die verhalenvertellers. Je doet het zowel in huiselijke kringen als op school. Hoe ben je daar ooit aan begonnen? Nou, ik ben onderwijzeres van huis uit. Ja, ja. En ik heb in de Bijlmer gewerkt, op Onze Wereld, vanaf 70. Ja. En in die jaren heb ik eigenlijk ontdekt dat het verhaal vertellen kinderen op een specifieke manier naar je toe trekt. Kinderen die hun aandacht richt. Ja, ja. En het heel goed te gebruiken is, ook in het onderwijs, voor het leren van nieuwe woorden, nieuwe begrippen. En dat blijft heel goed hangen. Die kinderen waren niet verpest door de televisie dat ze het verhalen vertellen. Ik oude gezeur. Nee, juist niet. Als je begint te vertellen en je doet dat met gebaren, met je mimiek, dan heb je ze veel beter dan een instructieles. Ja, ja. En dat ontdekte ik, dat heel leuk is. Ik ontmoet nu nog oud-leerlingen uit die tijd. Wat je toen in die eerste klas, wat ik daar toen van jou geleerd, dat weet ik niet meer, juf Olga. Maar dat verhaal van Companansi, van Anansi, met dat hij zoveel jeuk had. Nou, dan zie ik ze zo ja? in mijn ogen. Ja. En hoeveel jaar heb je dat gedaan? Nou, ik heb tot 80 daar voor de klas gestaan. Ja, ja. En daarna ben ik in een project terechtgekomen voor intercultureel onderwijs. Mm-hmm. En wat heb ik dan meegenomen? Natuurlijk het verhalen vertellen. Ik heb ontdekt namelijk dat dat ook iets is dat je in heel veel culturen hebt. En dat als extra bagage is voor kinderen, maar ook voor hun ouders, om thuis mee te kunnen werken. Dus zowel op school als thuis. Dus ik heb ook heel veel de ouders gemotiveerd om voor te lezen, maar ook verhalen te vertellen als ze gewend zijn dat in hun cultuur beter te kunnen. En ze kunnen nog niet zo goed voorlezen in het Nederlands. Is dat natuurlijk een heel goede manier om door verhalen vertellen de kinderen ook met begrippen en met duidelijker te maken. Ja, en dat is ook het idee wat eigenlijk achter dat project zit. Ja. Van een reeks video's van verhalenvertellers. Waarbij er dus verhalenvertellers van verschillende culturen komen. Die dan ook een verhaal vertellen uit hun cultuur. Zodat andere mensen ook daar wat meer voeling mee krijgen. Nou, ik denk dat meer wel weer een andere kant is van het verhalen vertellen. Want ik heb dus in de school veel mee gewerkt. Daar ben ik mee bezig, nog steeds. Maar aan de andere kant hebben we ook met Frans onder andere, die ben ik ook op de school tegengekomen als vormer toen de tijd, taaldrukker. En daar hebben we, dus we hebben ook informeel thuis, we hebben vertelsalons georganiseerd, vertel jam sessions in de badkuip, het orale kookboek. Van alles in het Vertelfestival in Amsterdam, die 10 jaar gedraaid hebben we meegedaan in al die theaters. En nu nog in al die steden bloeit het verder. Ja, ja. Deze opnames nu is weer eigenlijk een nieuwe spoor. Het is ook een podia, weer een nieuw podia. Hè? Ja, dus 5 minuten elke dag. Naar voorbeeld van die vroegere uitzendingen van Many Voices. Verhalen uit andere culturen, andere landen. We gaan even, we gaan zo eventjes kijken naar het verhaal. Eventjes heel kort, waar gaat het verhaal over? Het verhaal is eigenlijk een verhaal van een kind dat verwaarloosd wordt. Eigenlijk een triest verhaal. Een moeder die een viertal kinderen heeft en toch wel 1, 2, 3 voortrekt. En de jongste die ziet er een beetje scharminkel achter. Een soort assepoester. En uiteindelijk blijkt dus in het verhaal dat juist de jongste, dat kind, haar overblijft en voor haar zo en haar een
goede begrafenis, wat in heel veel culturen heel belangrijk is, en ook met veel rituelen gebeurt, geeft. Ja, ja. En we hebben dat verhaal ook gebruikt op scholen om rituelen rond begrafenissen duidelijk te maken uit verschillende culturen. Nou fijn, dan gaan we nu eventjes kijken naar het verhaal wat opgenomen is op video. Ja. Ja, nou, zoals je al zei, Olga. Hoe lang ga je nog? Nee, we gaan nu nog drie minuten door. Je hoeft geen tekens. Hè? Je hoeft geen tekens meer te geven dan, nee. Ja. Nou, zoals je al zei, Olga, het gaat inderdaad over een jongetje wat een beetje aan de kant geschoven wordt, maar uiteindelijk blijkt hij eigenlijk de beste te zijn. Ja. Nou, zing je daar elke keer een liedje bij? Wat is daar de vertaling van? De vertaling is mini-mini, kom eten. De moeder roept dus die kinderen, iedere keer als ze thuis komt, zoals u gezien hebt, dan roept hij de kinderen om te komen. Mini-mini, kom jang, kom eten. Het is een Suriname. Ik ben zelf geen Surinaams, ik ben Arubaanse. En ik spreek, mijn moedertaal is Papiamento, maar ik ben... Ik heb wel heel veel kennissen. Dus, dat liedje is Mimi. Mini Mini Kong Yang. Kom eten. Mini Mini Kong eten. Crementaria Kong Yang. Fremambonia Kong Yang. Dus al die kinderen worden, dat zijn de namen van die kinderen. Mini Mini, Crementaria, Fremambonia. Oké, wat gaat er nu verder gebeuren? Nou zijn dus al een reeks van die video's klaar. En dan Frans Foppen die organiseert dat. Hè? We zullen straks ook Frans Poppen en adressen op het scherm projecteren. En dan hopen jullie dat de KRO of de NCRV of wat dan ook het opneemt in het programma. Ja, het is al zo dat er deze verhalen, informeel thuis op een verjaardag bijvoorbeeld opgenomen. Er is een andere serie thuis bij andere mensen opgenomen. Ik heb ook meegedaan. En er is ook weer een nieuwe serie die in een café opgenomen is. En we hebben al, tenminste Frans heeft contacten met een omroep. Dus het project vordert. Nou, het loopt dus. Ja. Zeg, nou, ik ben Olga, bedankt voor je komst in de studio. Ik ben blij dat wij een soort voorvertoning kunnen geven van een project wat misschien eens een keertje mondiaal succes zal beleven. Nou, al is het maar in Nederland, dan is het wel leuk. Oké, ja, zeker inderdaad voor dus het multicultureel begrijpen van elkaars achtergrondverhalen. Ja. Zoals wij over Assepoester en Dora Roosje en Roodkapje vertellen. Ja. Zo is het ook mooi dat je uit andere culturen ook de sprookjes en de verhalen, die vaak heel diep teruggaan naar allerlei mythes en zo. Zeg, nogmaals bedankt. Ja, is goed. En, dank je wel. Succes. Dank je wel. Wordt verteld door Orsi. In Nederland kennen wij haar beroemde naam als Olga Orman. Olga. Mag ik even tussen de optredens door? Ja, tuurlijk. Olga. Sorry. Olga. Orsi. Ja, dames en heren. Mijn verhaal is niet zo, vrolijk. Maarten had gezegd dat er ook een doodsbiddersverhaal hieraan vooraf zou gaan. En ik heb een verhaal gekozen die daarop zou aansluiten. Geef me, ik heb er nog zakdoekjes voor. Misschien wel nodig. Het is namelijk zo dat het ergste wat er kan bestaan in deze wereld is als je moeder je in de steek laat. Zeker weten. Je moeder, degene die jou gebaard heeft. Nou was het zo met Coprocano, hè Frans? Coprocano was een jongen, die zag er niet uit. Hij had schurft, was heel mager,
En hoe kwam dat? Omdat zijn moeder hem verwaarloosde. En nota bene had ze 4 kinderen. Ze had Mini-Mini, Fremambonia, Crementaria en Coprocano. Mini-Mini en Fremambonia en Crementaria kregen goed te eten en die zagen er ook goed uit. Elke dag als moeder van het werk terugkwam, want zij was een moeder die haar kinderen alleen moest opvoeden. En wellicht dat daar haar de oorzaak misschien ligt van haar gedrag. Als zij thuis kwam en nog het eten moest verzorgen voor haar kinderen, dan riep ze de kinderen die buiten speelden tot ze thuis kwam. Mini Mini, Konjang, Crementaria, Konjang, Fremambonia, Konjang, Coprocano, Tande, Coprocano, Tande. En dat betekende, Mini Mini, kom eten, Fremambonia, kom eten, Crementaria, kom eten. Maar Coprocano, wacht even, want als er wat restjes over zal zijn, zal jij die mogen hebben. En zo gebeurde dat dag in, dag uit. En het was zo dat de duivel op de loer lag. En de duivel hoorde de moeder dat dag in en dag uit zingen. En die dacht, die Crementaria en die Fremambonia en Mini-Mini, die zien er appetijtelijk uit. Dus die zal ik wel lusten. Maar die Coprocano, dat is niets voor mij. Hij verschool zich in de bosjes en wachtte tot bijna op het moment dat die moeder thuis zou komen en begon dan te zingen. Pas op, dat is moeders stem niet. Wacht even. En inderdaad, toen ze goed keken, zagen ze een vreselijke figuur. En ze konden nog net ontsnappen en naar binnen gaan. En heel bibberend vond hun moeder daar hun die avond thuis. Maar hoewel het verhaal verteld werd, kreeg Coprocano niets meer dan dat hij gewend was te krijgen. De volgende dag gaf die duivel het niet op natuurlijk. Hij zocht een goede smid. Want die mythe bestaat dat de smid de stem kon veilen. En hij ging naar de smid om zijn stem te laten veilen. Want als hij net zo hoog kon zingen als die moeder, dan zouden die kinderen misschien wel intrappen. En dan konden ze er lekker op zingen. Dus naar de smid en hij liet zijn stem veilen. De smid zei, prima man, je stem wordt geveild, maar denk eraan. Je mag alles doen, behalve bananen eten. Want dan gaat je stem naar de Filistijn. Nou, onderweg naar de kinderen. Wat komt die man, die duivel, tegen? Een vrouw met een heleboel bananen op haar hoofd. En wat vraagt ze? Misschien kan meneer het wel op zijn Surinaams misschien zeggen. Jimmy, 2 cent bananen. Banaan. En hij koopt, de duivel koopt die bananen en hij slakt ze op. En jullie kunnen raden natuurlijk wat er gebeurde toen hij in de bosjes zat en weer de kinderen zag en natuurlijk gulzig als hij was, die kinderen wel lusten. Toen hij weer begon te zingen, klonk het natuurlijk, jongens. Mini, mini, cognac, crementaria, cognac, fremambonia, cognac, coprocano, dame. Dachten die kinderen. Gek ben je. Pia van die mindibon. Dat zeggen we in de papiermiddel. Ja. Ik heb benen om te rennen. Dus renden ze naar binnen, sloten de deur en wachten hun moeder op. De duivel
gaf het niet op. En hij dacht, nou, nu moet ik wel wijzer zijn. Ging de volgende dag weer naar de smid. Ha, zei de smid, heb ik het je niet gezegd? Ja, maar je zoekt het zelf, hè? Je hebt bananen gegeten, man. Dus ik doe het nog één keer voor je en dan is het gedaan. Ja, ik zal mijn leven beter, ik zal het niet doen. En hij liet zijn stem veilen. En hij had een prachtige stem, net als de moeder. Hij probeerde. En de kinderen kwamen aan. En Coprocano bleef afwachten. En hij zei tegen zijn zusje en broers nog van, ga niet, ga niet. Maar ze luisterden niet. En ze gingen. Dom als ze waren, trapten ze erin. En ze werden opgegeten. En alleen Coprocano bleef in de bosjes achter, wachten op zijn moeder. Zijn moeder kwam aan en natuurlijk begon moeder te zingen. Mini, mini, cognac, crementaria, cognac, fremambonia, cognac, coprocano, tande. En toen klonk uit de bosjes. Mini, mini, node, crementaria, node, fremambonia, node, coprocano, wawande. Coprocano is er alleen en heel op zijn magere beentjes kwam hij aan en vertelde zijn moeder wat er aan de hand was. En vanaf die dag gaat het verhaal dat zijn moeder hem in haar armen sloot. En toch voor Coprocano verder zorgde, totdat Coprocano een flinke jongen was geworden. En uiteindelijk de moeder een goede begrafenis, een rituele begrafenis schonk. En wat is nou een rituele begrafenis? Een rituele begrafenis met een Dede Osso, met Sucreci, met Herieri, met Anansitoris, met Laitoris, met een ITD, met een Sixi Wiki en alles wat erbij hoorde. En zo. Ja.